Hallo mensen, dit is Relax 80 NL vlog nummer 23. We staan bij de Rabobank aan de Volkerengracht, mooi gebouwde. En het sneeuwt hier op het moment. Wat ik in mijn laatste vlog ook al zei, wel het echte decembergevoel natuurlijk dit. Het hoort natuurlijk echt bij december. Ik was even bij de bank, moest even geld hebben. Er zaten alleen maar 50 biljetten in. Ik had eigenlijk 20 biljetten moeten hebben, maar ja, dan maar 50. Het was even niet anders. Dat is een beetje veel, maar dat komt ook wel op. Zeker in december. En ja, moet ik hier nog meer zeggen. Het is hier alles kerst wat de klok slaat. Dat huis alleen al te verderop. Wel een heel mooi gezicht, vind ik dat, zo'n huis zo. Ja. Ik weet nog wel in de vroege jaren 80, toen ik nog in Alkmaar woonde, in de Bergerhof. Toen deed mijn moeder dat al met de boompjes in de tuin. Ze was toen nog een van de weinigen. Nu zie je het eigenlijk heel veel, kerstverlichting. Zoveel jaar later. Ze hebben haar allemaal opgevolgd als het ware. Nou, nee, dat is ook niet waar. Komt toen allemaal een beetje overgewaaid uit Amerika. Maar het is wel mooi. Dit ook. Zelfde plantjes in de plantenbak. De dakgoot. De echte kerstfeer. Nu moet ik wel weg gaan lopen, want de stoepjes hier een beetje erg smal. Ja, de sneeuw heeft een nadeel. Ik ben natuurlijk ook postbode. Ja, dat gaat natuurlijk allemaal even langzamer nu. Maar ja, als het er maar komt. Ja. Trouwens nog bedankt voor de reacties op mijn laatste vlog. Ik was van de week even bij de kerstboom moeten kopen en dan heb ik even een vlogje gemaakt. En er waren wel leuke reacties opgekomen. Ja, dankjewel daarvoor. Ja, was eigenlijk vrij eenvoudig. En dan nog. Ja. Het is wel mooi stil hier. Het is wel heel wat anders dan de stad. Ik heb natuurlijk vele jaren in de stad gewoond. Maar nu dan in een dorp. Het is wel lekker rustig hoor. Ik woon natuurlijk bij een station in Alkmaar. Nou, dan heb je al die stationsgeluiden en zo. Je kent het allemaal wel als je bij een station woont. Ja, dit was even wennen, maar die rust laat je snel al gewend. Ja, nou, dus ik denk, ik plak er nog even een vlogje in de sneeuw achteraan. Ja, ik moet toch nog even richting die bank. Nou, dan denk ik gewoon zoiets van, ja, waarom niet? En in het donker heb dat natuurlijk ook wel wat. Het is ook wel een mooi uitzicht zo. Vind ik wel. Wat ik natuurlijk ook al eerder zei. Het is hier niet zo vaak zo in december. Dus dit moet je meepakken. Een geweldig zicht. Al die besneeuwde bomen. De straat hier. Verder op de kerk. Een stille kruising. Gewoon mooi. Ja, ik ga er nog wel meer van zoeken maken. Ja, ik heb eigenlijk niet echt een editprogramma. En ik doe alles met de mobiele telefoon. En ik plak eventueel een stukje ook aan elkaar met de mobiele telefoon. Maar dat ging gisteren eigenlijk wel redelijk. Ja, ik kwam thuis. Ik dacht experimenteel van. Plak er nog even een stukje achteraan. Ja, dat maakt het een beetje af. Dat doe ik nu niet hoor, maar dat doe ik ook niet elke keer. Maar ja, zo ga je een beetje verder. Ik hoop met de tijd wel weer een laptop of een pc te hebben en een betere vlogcamera. Komt allemaal vanzelf wel. Dat is ook een kwestie van geld natuurlijk. Komt weer een auto verder op. Nou, we wachten het gewoon even rustig af. Het schoolplein. Dat is voor mij lang geleden. Een schoolplein. Ja, dat was in de jaren 80. Dat ik nog op een schoolplein liep als jochie. Ik
heb het nooit in deze tijd meegemaakt. Ik was ook gaan vloggen op het schoolplein. We worden hier de kerk. Het komt toch een stuk rustiger over dan een station. Alhoewel ik daar natuurlijk nooit geen problemen mee gehad heb met het station dat ik daar woon. Ik heb er 43 jaar gewoond. Achter het station in Alkmaar in Berghof. Nooit geen problemen met het station gehad. Ja, je raakt aan die geluiden gewend gewoon. Maar als je dan hier komt, dan toch. Ja. Dan is het ineens weg. En de eerste nacht dat je daar dan bent, dan hoor je dat station niet. Toch vreemd hoor. Oh, een kerkklok. Nou, ik ben al weer bijna thuis. Ik krijg een beetje koude handen. Ik ga zo nog even in mijn jaszakje doen hier. En ik ga even het laatste stukje vervolgen. Dit was weer even Relax 80NL vlog nummer 23 in de sneeuw. Ja, ik denk ik maak hem er even achteraan omdat 22 leuk ontvangen werd. En dan gaat er hier ook nog een kerk. Ik hoorde net de kerk verderop en hier staat er ook een. Het heeft wel iets. Zeker ook rond deze kersttijd natuurlijk. Een hoop kerst. Kerstbomen binnen. Ik laat mezelf hier niet langer ondersneeuwen. Zoals de tokkies al een keer zongen. Ik ga ook weer richting huis. Want ik hoefde mijn huis niet uit. Ik ga er weer vandoor. Dit was hem. Het Lex 80NL vlog nummer 23. En we gaan kijken wat de volgende weer wordt. En ja, vooral of er dan nog sneeuw ligt natuurlijk. We gaan het zien. En dan zit ik hier weer thuis. Om die spanning bij de kinderen weg te halen. Bij de draaitafel. Ga je het onderwerp uit de weg. Op mijn favoriete plekje. Ook zo'n moedige reclame. Ja. En ik heb uitzicht op de ster die nog van mijn moeder is geweest. Die ook nog jaren in mijn ouderlijk huis heb gehangen in Alkmaar. Ja, in de twee straten waar we daar nog gewoond hebben. Ja. En nou hangt hij hier. Hij is al dik van eind jaren 80. En hij is nog goed. Nou mensen, dit was hem echt. En ik ga er net als gisteren weer een gezellige avond van maken. Zeker wel. Gaat helemaal goed komen. Laters.